Wat vinden zij ook al makkelijk. Bij Rami, dan is er nagetrapt en komt er dan rood voor Douglas. Wermbloem ligt op de grond. En daar is rood voor Douglas, die Bossen te lijf wil gaan. Weer stuurt Bossen Douglas met rood van het veld, net als eerder dit seizoen in Enschede. En weer moet Twente het met 10 doen. Douglas in alle staten. Ja, dan gooit die Wermeling nog een keer omver. Die is echt niet te houden. De normaal buiten het veld, tenminste zo rustige Braziliaan, gaat volledig door het lint. Bosker moet hem naar de kleedkamer sleuren. Zelden vertoond. En weer rood dus voor Douglas. Boskers taak zit erop. En dit gebeurt er. Duel met Wermbloem. Bijna aan de knie Douglas. En dan een zwaai met de arm. Bossen heeft het gezien. En moet nu, als die rode kaart getrokken is, even 2 passen naar achter.